Zontekloos, het was een traditie deze heren in Eerwollenhol. Ze wonen in een mooie bungalow, niet al te wit van derp. Martin, Sylvia en hun beide kinderen, Judith en Pascal. Martin en Sylvia waren vroege veertigers, Judith was negende en Pascal zevende. Martin was vertegenwoordiger en hele dagen op pad. Sylvia werkte af en toe als gezinsverzorgster. Maar dienen toch wel in te wezen als de kinderen toeskwam op school. Judith geloofde al een jaar of wat niet meer in Santa Claus, maar had dat een hele tijd angstvallig verzwijgen, bange dat ze was dat ze rond 5 december geen cadeautjes meer zou creëren. Pascal geloofde er nog wel aan, al begonnen af en toe al wel moeilijke vragen te stellen. Martin en Sylvia hadden ze zich nog altijd uitwetende praten, maar stik zo langer zullen ze dat wel niet meer vol kunnen nollen. Op de televisie zag Pascal al twee, drie weken voor 5 december dagelijks heel wat santoekluizen. Eigenlijk kon dat niet, er was toch maar één santoekluis. Martin moest praten als brugman om Pascal aan het verstand te brengen, dat het allemaal een hulp hulpzonterkleuzen was, een soort bedrijfsverzorgingsdienst van den enige echte Sinterklaas. Pascal knikken dat hij het voor 100% begreep, maar in de hoed had ze in twijfels. Martin en Sylvia hielden op 5 december niet alleen een gezellig Sinterklaasover met de kinderen en opa en oma, maar dachten ook altijd aan de postbode. Een traditie die zal al jaren volhielden. De postbode die op 5 december de post in de bussenveur aan de weg deed, zag dan een kleurig pakketje bovenop de groene postbussen liggen. Dat mocht hij metnemen als dank voor het bezorgen van de post in het afgelopen jaar. Zo was het ten laatste 5 december ook geworden. gewone. Sylvia had een deuze luxe bonbons binnen aan Bartelijke Barker in Wentelse Dat was de verrassing voor de postbode van die dag. Het was slecht weer. Er was volle wind, en af en toe trok de loog dichter en even later ring naar het gooien. Sylvia pakte de deuzen met bonbons in een mooi Santa Claus -papier en leggen dat klaar bij de vuurdeur. Als de postbode er in de witte aan zal komen, wilde ze het pexken gauw op de brevenbussen leggen. De postbode zal de bedoeling umschrikkelijk wel snappen. Judith was ook toes. Ze was lukgriepig. Of was ze soms cool, koelzeker? Het begon net duftig te regnen toen in de witte een rood bestelwagentje eraan kwam jagen. Sylvia gaskende rap door de regen met het peksken door de legde leggend erop en was met een paar sprongen weer binnen. Ha, wat een onwijs regen deed toch? Is kieken of de postbode het peksken ook metnam. Helaas, het rode bestelwagentje. Dat was niet van de post, maar van een plaatselijk installatiebedrijf. Het wagentje joog langs de postbussen met het Sinterklaas cadeautje, dat ondertussen kletternet was. Er, er zat voor Sylvia niks anders op als het piksken weer naar binnen te halen en er een papier mee te doen. Voor de tweede keer won de luxe bonbons in een Sinterklaaspapier papier verpakt en deze keer deed Sylvia er nog een doorzichtig stuk plasticum in. Het er nog eens weer regen kwam, kon het pexken tenminste gewoon op de brievenbussen blijven liggen. Even later stonden Sylvia en Judith vol spanning achter het raam uit te kieken naar de postbode. Hé, hey, wat was din later vandaag? Ja, daar heb je hem. Een heel ende later als anders. En hoe zullen het kieken uit het pexken op de brievenbussen zag liggen? Maar het viel allemaal tegen. Het regen intussen ook alweer. Het rode bestelwagentje heel stille. de postbode stappen de roet, halen het pexken van de groene postbussen, die de post erin, leggen het pexken weer terug en stappen weer in de auto om een noodvolnaadres te gooien. Wat een kuken dachten Sylvia en Judith. Goh wat stom van de postbode dat er niet snappen wil dat het pexken voor hem bedoeld was. Ga er achteraan, zei Sylvia tegen Judith. Maar Judith was eigenlijk ziek, ze moest eerst een jas nog aantrekken, de muts opzetten en ook de leasen nog aantrekken. Toen Judith eindelijk boeten stond, was er geen rood bestelwagentje met de postbode erin. Dat was niet meer te bekennen. Judith nam het Santa claus cadeautje weer met naar binnen. Toen Martin s'avonds toes en het verhaal van het Pekskenhuan gruwelde van de ene mondhoek naar de andere. Je vermon zeker niet veel meer doden, als de postbode oppassen, zei tegen Sine Sylvia. Maar ik heb ook geholpen, hoor, kwam Judith een maand te helpen. Na dag, 6 december, lag het peksken met de luxe bonbons weer op de postbussen. Voor de postborden stond er met dikke letters op. En de postbode, na ander na zijn vorige dag, nam het peksken dankbaar mee. Zwaai nog een keer in mijn armoedraam, toeter nog een keer en wegwassen. In de kantine van het postkantoor vertellen over de aardige leu die een sinterklaas cadeautje veuren met een leg. Ja, dat doet ze door ieder jaar op 5 december, zeiden een paar postbodes. En een van de postbodes kreeg een dikke rode kop.